Ik ben in Ronse bij een gezin met 3 studenten, een papa en niet 1, maar 2 toegewijde moeders. Het straffen is dat mama en stiefmama hier zusterlijk naast elkaar zitten. Dat zie je ook niet elke dag. Hoe komt het dat jullie zo goed overeenkomen, Eefje? Gewoon voor de kinderen, omdat we dat heel belangrijk vinden. Dat zij zowel bij ons als bij Joko zich goed voelen en veilig voelen. En dat daar geen discussies of ruzies tussen zijn. Ja. Silke, dat is wel leuk dat iedereen zo overeenkomt. Heb je daar iets aan tijdens studeren? Ja, als bijvoorbeeld Eefje mijn smorgens komt aan om mij naar school te voeren. En dan stel je voor dat dat niet zo zou zijn, zou er elke ochtend ruzie moeten gemaakt worden. En nu zou niet, dus dat is wel handig. Behalve wanneer Ethan begint te zingen. Want dat schijnt dat jullie allemaal last van deze kameraad hier. Want jij zingt luid op je lessen. Ja, doe nog eens voor, hoe gaat dat ook alweer? Ziekenhuis, luim. Gezellig in Ronse. Super. De lieve, de lunet, de brillen.